Leuk dat je meekijkt naar aflevering 1 van de 1 minuut podcast. We willen je met deze podcast inspireren om met kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Deze kleine stappen noemen we de magie van 1 minuut. Een stap om van dromen naar doen te gaan. Vandaag gaan we het hebben over de introductie van deze podcast en hoe dit in elkaar steekt. Ik zal iets meer over mezelf vertellen. Ik ben Leroy, de oprichter van de 1 Minute Community, waar inmiddels op het moment van het opnemen van deze podcast zitten we op meer dan 3500 leden. En dit heb ik gerealiseerd in iets minder dan een jaar tijd. 3500 leden die cursussen hebben gevolgd, die online cursussen hebben gevolgd, die challenges hebben meegedaan, die ik heb gecoacht. Mensen met een missie, mensen met bepaalde doelen die ze heel graag willen realiseren. Maar nog niet weten precies hoe kom ik daar nu. Of toch even vastlopen. Of toch even die inspiratie missen om de volgende stap te zetten. Deze 1 minuut podcast is bedoeld om jou weer verder te gaan inspireren. Ik ben Leroy. Als kleine jongen was ik altijd vrij verlegen. Ik had weinig zelfvertrouwen. Ik was best wel stil. En op een gegeven moment, eigenlijk is dat in feite niet zo heel erg om te hebben. Maar op een gegeven moment had ik wel zoiets. Ik had bepaalde doelen, dromen die ik heel graag wilde realiseren. En mijn gebrek aan zelfvertrouwen hield mij heel erg tegen om het leven te leven zoals ik dat graag wilde leven. En daarom ben ik in actie gekomen. Ik las mijn eerste boek over persoonlijke ontwikkeling. En sinds dat boek ben ik in een aantal jaar meer dan honderden boeken gaan lezen. Met mensen ben ik gaan praten. Wat wil ik eigenlijk echt? Wat is mijn motivator? Wat drijft mij? En hoe kan ik andere mensen daar weer in gaan helpen? En toen ben ik het uiteindelijk achtergekomen dat ik heel graag andere mensen wil inspireren hun mooiste leven te leven, hun mooiste doelen te laten bereiken op hun methode, op hun manier. En zodoende ben ik daarmee aan de slag gegaan voor mezelf. Zo heb ik mijn faalangst weten te overwinnen. Dat was op dat moment mijn allergrootste angst om dat te overwinnen, zonder dat ik daar een coach of een psycholoog voor heb gebruikt. Ik werd uitgeroepen tot beste student van mijn opleiding. Ik maakte mijn droomreis door Zuidoost-Azië. Dus ik ben 4 maanden op solo reis geweest. En ik ben daar met heel veel locals opgetreden. En geïnspireerd door mijn reis daar. Waar ik zag dat mensen 10 keer zo weinig bezit hadden. Materiaal hadden. Als dat wij hier hebben in Nederland. Ben ik erachter gekomen dat ze wel 10 keer zo gelukkig waren. En met die reden ben ik uiteindelijk weer teruggegaan. Ben ik eigenlijk tijdens mijn reis al een plan gaan schrijven om mijn eigen bedrijf te beginnen. En mensen te gaan coachen om hun geluk te vinden. Of eigenlijk hun doelen te bereiken. Dingen die ze misschien al heel lang uitstellen. Dingen waarover je je misschien twijfelt. En om die twijfels uit de weg te gaan. Die blokkades te doorbreken. En gewoon aan de slag te gaan. Gewoon doen, noem ik dat ook wel. Of zoals mijn motto ook wel luidt. Denk groot, maar start klein. Want meestal, zullen we ook merken tijdens deze podcast, zul je zien dat je heel veel dingen te groot maakt. We maken dingen te groot voor onszelf, waardoor we juist niet in beweging komen. Dus daardoor zijn we die kleine stapjes nodig om ook daadwerkelijk in actie te komen. Daarna, na mijn reis, ben ik dus ook daadwerkelijk mijn eigen bedrijf gaan oprichten, Leroy Seidel Company, met daaraan gekoppeld het product, de 1 Minuut Community, het VIP-coachingsprogramma. Waarin jij online onbeperkte coaching kunt krijgen van onze kant, van de 1 Minuut Community Team. Maar ook van de VIP Club, de andere mensen die hun doelen willen realiseren en om daar naartoe te gaan stappen. Daarnaast krijg je dan heel veel toegang tot masterclasses, online trainingen, online cursussen. Alles beschikbaar gesteld en elke maand wordt dit aangevuld met nieuwe video's, nieuwe content die jij weer kunt gebruiken om jouw mooiste doelen te bereiken. Binnen dit programma zijn we daar heel hard mee aan de slag. Maar voordat ik dat programma echt kon ontwikkelen, ben ik een aantal marathons ook gaan lopen. Dus je zou kunnen zeggen dat ik tegenwoordig een marathonloper ben. Dat was een doel voor mij dat ik heel graag wilde bereiken. Om ook op die manier meer zelfvertrouwen te krijgen. Meer discipline te ontwikkelen en meer focus te houden. Hele belangrijke toverwoorden voor mij. Om jou ook weer verder te kunnen inspireren tijdens deze podcast. En tijdens de 1 Minuut Community bijvoorbeeld. De 1 Minuut Community hebben we dus iets minder dan een jaar geleden zijn we daar echt mee gestart, zijn we daarmee begonnen. En inmiddels hebben we nu meer dan 3500 leden in deze groep. En dit is eigenlijk een hele korte voorstelronde van mijn kant. Zo weet je een heel klein beetje mijn achtergrond,
mijn drijfveren, die ook in de komende podcast nog wel een beetje naar voren gaan komen. Ik ben niet iemand die een magieformule heeft, een succesformule heeft of iets anders. Dat wil ik ook helemaal niet naar voren brengen. Wat ik wel met je wil delen, ik ben heel erg jong. Ik ben op het moment van deze eerste podcast 25 jaar oud. Dat is vrij jong voor iemand die begint met een podcast. Ik ben niet rijk. Ik ben niet in die zin succesvol dat ik alles heb wat ik wil. Nee, juist in tegendeel. Ik wil bepaalde dingen realiseren. Daar wil ik naartoe. En ik wil jou meenemen op die reis daar naartoe. Ik wil jou meenemen om dingen te laten zien. Mijn eigen struggles, maar ook mijn eigen successen juist. Met jou te delen, zodat jij daar wellicht een klein beetje inspiratie uit kunt halen. En op jouw manier daar voldoening uit kunt halen. Of eigenlijk de inspiratie om ook te werken aan jouw eigen doelen. Want ik vind het zo zonde als ik omheen kijk dat heel veel mensen dat we gewoon niet het maximale uit onszelf halen. En ik ben er heel graag voor de mensen die dat wel willen. Die dat stapje extra willen zetten om andere mensen te helpen. Jouw mooiste dromen na te jagen en jouw doelen te bereiken. Ik vergelijk dat ook heel vaak met het vakantieplan tegenover het levensplan. En als we deze twee dingen naast elkaar neerleggen, dan zien we dat we veel meer tijd besteden aan ons vakantieplan in plaats van ons levensplan. En is dat eigenlijk niet gek? We plannen onze vakantie, we gaan er echt voor zitten. We gaan zorgen dat we ergens naartoe gaan waar we echt hele grote verlangens bij hebben. Iets wat we heel leuk vinden om te doen. Vervolgens gaan we heel goed uitzoeken, maar wat past dan het beste? Stel je voor dat je ergens een hotel wil boeken. Dan ga je kijken, zit ik er dicht bij de zee? Of zit er een zwembad bij? Is het warm weer in die periode dat ik bijvoorbeeld ga? En vervolgens ga je kijken, waar moeten we de vliegtickets bijvoorbeeld boeken? Wat gaat er mee in onze koffers? Daar zijn we misschien ook wel een week mee bezig om onze koffer goed te pakken. Alles mee te nemen. Hebben we wel alles? Hebben we alles? En vervolgens ons paspoort mee te nemen. We zijn er heel druk mee bezig om uiteindelijk die stap te zetten. En vervolgens zijn we op onze reis. En dan weten we al een beetje wat er gaat gebeuren. En tegelijkertijd is er ruimte om andere dingen te doen. Waarom nemen we wel al die tijd voor ons vakantieplan en niet zo heel veel voor ons levensplan? Want vraag zelf maar eens gewoon in je omgeving. Nou, wat is gewoon één vraag. Wat is je doel? Wat is je belangrijkste doel? En wat antwoorden mensen dan? Misschien een nog betere vraag is, wat wil je met je leven? Hoeveel mensen hebben een levensplan uitgeschreven waarin ze aangeven, ik wil dit, dit en dit bereiken en wel om deze reden. De why. Er zijn echt heel weinig mensen, ik denk dat 99% van de mensen geen antwoord heeft op deze vraag. En daarom is het zo super interessant om dat levensplan eens wat meer naar voren te brengen, naar boven te brengen. En dat hoop ik te doen met deze podcast, door je een beetje inspiratie te geven om af en toe na te denken over jouw doelen. Over die vragen van, waar gaat het nou eigenlijk echt om in het leven? Maar ook van, waarom doe je wat je doet? Waarom sta je elke ochtend op uit je bed? Wat is de echte reden? Daar gaan we het verder over hebben tijdens deze podcast. Daarvoor is deze podcast bedoeld. Daarvoor is eigenlijk alles wat ik doe is daarop gericht. Ik maak heel veel video's. Ik maak heel veel artikelen. Misschien bij de al wat dingen voorbij gekomen. Je kunt me vinden op Facebook, Instagram. Ook overal eigenlijk wel. En iedere keer komen deze vragen gewoon heel erg naar voren. Dus wat wil je? Is een hele goede vraag. Er zijn heel veel verlangens natuurlijk die we willen. En uit al die mensen die ik heb gecoacht tot nu toe en mensen waarmee ik heb gesproken, komen er eigenlijk vijf dingen heel erg naar voren. We willen meer voldoening. En wat gelijk staat eigenlijk naar mijn idee, als je meer voldoening hebt, dan heb je ook meer geluk. Dus we willen meer voldoening. We willen aan het einde van de dag echt dingen hebben gedaan waar we echt iets mee kunnen, waar we iets aan hebben. Ten tweede willen we heel graag meer focus. Dus dat betekent dat we niet gestoord willen worden door andere dingen. We willen opstaan, we willen bezig met die taak en we willen iets afronden op die dag. Meer focus op de dingen die we echt willen realiseren. En die volgende stap is dan meer energie. Dat is stap 3. En we willen meer energie hebben op ons dag. We willen het liefste de hele dag volle bak gaan. Echt energie hebben met die dingen die wij aan het doen zijn. Dus
enerzijds focus houden. Dus privé is privé bijvoorbeeld en werk is werk. En dat we dan ook echt 100% bij ons werk zijn. En op het moment dat we bij onze kinderen zijn, dat we zeggen van we zijn nu 100% bij onze kinderen. Als we bij onze vrienden zijn, dat we zeggen we zijn 100% met onze aandacht bij onze vrienden. Hoe creëer je dat? Want dan creëer je ook meer energie. En 4 is meer zelfvertrouwen. Meer zelfvertrouwen. We hebben allemaal onze onzekerheden, we hebben allemaal onze twijfels. En ik ben daar het afgelopen jaar, sinds ik echt bezig ben met mijn eigen bedrijf en daar meer op te focussen, ben ik erachter gekomen dat ook ik heel erg onzeker ben, ook heel veel twijfels heb over dingen die ik doe. En meer zelfvertrouwen is dus iets wat ons allemaal een stap verder kan brengen, doordat op dagelijkse basis iets meer te gaan ontwikkelen. Ook hoe je dit soort dingen bijvoorbeeld aanpakt en doet. En de laatste, de 5e stap is meer rust. Tegenwoordig is het drukker dan ooit. Hè. We leven echt in een prestatiemaatschappij waarin het nu eenmaal druk is. Dat is ook een ding die heel veel naar voren komt. Dus mensen willen heel graag meer voldoening, meer focus, meer energie, meer zelfvertrouwen en meer rust. En die dingen die komen allemaal voorbij. Maar wat houdt ons nou tegen om deze 5 elementen echt te hebben? Of eigenlijk gewoon datgene te hebben wat jij graag wilt hebben. Wat mij betreft zijn er 3 oorzaken van. Wat mij betreft komt het eigenlijk erop neer. En dat zie je ook heel veel terug in mijn coachingstijl. Ik coach heel veel mensen die uitstellen op hun belangrijkste doel. Of die een bepaald doel willen bereiken, maar ze zijn er nog niet. Dus dat noem ik ook uitstellers. En er zijn eigenlijk 3 oorzaken van uitstelgedrag. En die houden je tegen om je mooiste doel ook daadwerkelijk te bereiken. En de eerste daarvan is een gebrek aan doelen. En vergelijk het even met een berg die je voor je ziet. En jij staat in het dal. Je wil naar die berg toe. Naar die bergtop als het ware. Je ziet die bergtop nog niet omdat je omringd bent met allemaal bergen. En je weet niet welk doel je wil kiezen. En je bent eigenlijk besluiteloos, zo zou je het kunnen noemen. En je ziet het voor je. En er is een mistbank voor je, waardoor het zo vaag wordt om richting je doel te gaan, omdat je niet weet wat je doel is. Je weet niet wat je echt wilt op dat moment. We blijven dus ronddwalen in het dal, zonder dat we een stap nemen richting een berg. Dus hoe concreter jij je doel maakt, dus we hebben het hier over vage doelen. Als je de vraag zou stellen aan mensen, wat is je belangrijkste doel, komen er meestal hele vage antwoorden uit. En 99% van de mensen zegt dan bijvoorbeeld, ik wil meer afvallen. Of ik wil meer geld verdienen. Of ik wil meer tijd voor mezelf nemen. Mijn eerste vraag is dan, wat betekent dat voor jou? Wat betekent dan meer afvallen voor jou? Wat betekent dan meer geld verdienen voor jou? Want ik kan er direct voor zorgen dat je meer geld verdient. Ik kan jou 1 eurocent geven en je verdient al meer geld. Maar dat is waarschijnlijk niet wat je bedoelt. Maar wat bedoel je dan wel? Hoeveel geld wil je dan verdienen? En dan maak je het concreet. En dan trekt die mistbank weg. En dan zie je opeens het doel voor je. Dan zie je opeens die bergtop. En dan kun je er naartoe. De 2e stap die dan daarin jou tegenhoudt om jouw doel te bereiken. Is dat je opeens die berg ziet. En dat je denkt, poeh, die berg is wel heel erg hoog. En stel je voor dat je nu 2000 euro netto verdient. En je wil graag 6000 euro netto verdienen per maand. Dan is die berg al heel erg groot. Dan denk je, daar kom ik echt nooit. En dan ga je dus uitstellen. Want dan kom je helemaal niet meer in beweging. Ook niet meer vandaag, maar ook niet morgen. En morgen wordt weer morgen, dus dan kom je ook niet meer in beweging. Gebrek aan doelen. Hele belangrijke, waar we het nog uiteindelijk wel veel uitgebreider over gaan hebben. Tijdens deze podcast zullen af en toe daar ook afleveringen over komen die in die richting gaan. De 2e oorzaak is een gebrek aan tijd. Dus we kunnen wel een heel concreet doel hebben. We kunnen dat doel ook kleiner maken voor onszelf, zodat we echt in beweging komen. Maar hebben we en maken we dan ook echt de tijd? En ben je bereid om die tijd te nemen? Ben je bereid om offers te maken voor dat doel wat je hebt opgesteld? Gebrek aan tijd. Heel belangrijk. De 3e oorzaak is een gebrek aan discipline. En bij discipline hebben we het dus heel erg in het algemeen over doen. Het dingen echt doen. Dus je hebt dat doel, je hebt die tijd. En dan vervolgens moet je het gaan doen. En hoe pak je dat nou eigenlijk aan? Nou, alles gaat terugkomen in alle afleveringen die hierna nog gaan komen over de 1 minuut podcast. Die gaan zich hierop richten op hoe zet ik die kleine stap in die richting. Want alle overwinningen die ik zelf heb geboekt, of alle successen die ik zelf heb geboekt, maar ook
mensen, andere mensen, succesvolle voorbeelden van andere mensen. Iedereen is begonnen met die eerste kleine stap te zetten. En voor mij, en daarom heb ik het ook de 1 minuut genoemd, daarom noem ik het de 1 minuut community, daarom heb ik de 1 minuut challenge, daarom heb ik de 1 minuut podcast. Dat is allemaal gericht op die kleine stap, de 1 minuut die je elke dag zet in de richting van het doel wat jij wilt realiseren. Mijn allergrootste angst heb ik overwonnen door die 1 minuut. Door te zeggen in mijn groep op dat moment, ik neem elke presentatie op mij. En mijn grootste angst was op dat moment faalangst. En toen ik dat zei, toen viel er enerzijds een hele erge last van me af. Want toen moest ik wel, want ik had gezegd van ja, ik ga het doen. En dan moest je natuurlijk je afspraken nakomen en het ook echt gaan doen. En toen moest ik dus elke presentatie vanuit mijn studie, want dat was mijn studiegroep dan waarmee we dat deden, moest ik gaan geven. Dus ik ben die presentatie gaan geven. In de eerste paar zat ik echt met een trillend papiertje in mijn handen. Zat ik die presentatie te doen, was echt verschrikkelijk. Als ik er weer aan denk. En ook die tweede keer was verschrikkelijk. En de eerste 5 keer. En misschien de eerste 10 keer was echt verschrikkelijk. Maar op een gegeven moment had ik geen papiertje meer nodig. En kon ik gewoon gaan praten. En na nog een langere tijd trilde mijn stem ook niet meer. Kon ik het gewoon doen. En na een aantal jaar ging ik er zelfs geld mee verdienen. Doordat ik workshops ging geven over persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijk leiderschap. Eigenlijk de dingen die ik nu al een beetje heb genoemd. Doelen stellen. Hoe pak je dat nou aan? Focus houden. En al deze onderwerpen. Dus met de 1 minuut podcast wil ik jou inspiratie geven om jouw mooiste doel te bereiken. Dat ga ik doen met 5 pilaren die daarin eigenlijk heel belangrijk zijn. De eerste is mindset. Dus hoe creëer je nou eigenlijk een positieve mindset? Heel veel vragen zijn daar al over binnengekomen. Hoe je dat doet, hoe je dat aanpakt, gaan we het over hebben. De tweede is doelen stellen. Hoe stel je nu de juiste doelen op die je ook daadwerkelijk kunt realiseren, die je ook echt kunt gaan bereiken? Dus lange termijn doelen, maar ook gecombineerd met korte termijn doelen en juist de balans daartussen. En de derde is focus. Dus hoe hou je dan ook daadwerkelijk focus op datgene wat je op dat moment aan het doen bent? De vierde is discipline. Dus hoe ontwikkel je meer discipline om ook daadwerkelijk dingen te gaan doen en nog eens doen. Dus hoe ga je actie ondernemen? Hoe ga je van denken naar doen? Hoe ga je van twijfelen naar actie ondernemen? Hoe ga je van piekeren naar actie ondernemen? Dus actie is dan wel het woord dat daarin centraal staat. En de vijfde is communicatie. En dan bedoel ik vooral communicatie met jezelf. Communicatie met jezelf. En daarmee bedoel ik dus inderdaad die doelen. Wat is je belangrijkste doel op dit moment? Wat ga jij vandaag doen om een eerste stap te zetten in de richting van dat doel? Wat is je plan? En wat ga je deze week doen? Wat heb je de afgelopen week gedaan? Dat is communicatie met jezelf. Jezelf goede vragen stellen. Vragen die jou weer een stap verder helpen. Nou, in de komende afleveringen ga ik het hier uitgebreid over hebben. Ga ik hier de verdieping met je in opzoeken. Ik ga voorbeelden met je delen. Ik ga een aantal eigen persoonlijke voorbeelden delen. Ik ga voorbeelden delen van mensen in de 1 minuut community die hiermee aan de slag zijn gegaan. En hun resultaten ook met je delen. Ik zal een aantal tips geven, adviezen en natuurlijk een heleboel vragen van mijn kant. Ook ga ik tijdens deze weken, elke week maak ik ook een winnaar bekend van een gratis video coaching met mij. En dan krijg je 45 minuten de tijd om met mij 1-op-1 het gesprek aan te gaan over jouw doelen. En om die concreet te maken, om die helder te maken, om jouw plan helder te maken, om een bepaalde acties die je graag wil ondernemen, om die ook daadwerkelijk te gaan realiseren. En daar die eerste stappen in te gaan nemen. De eerste persoon die een gratis videocoaching heeft gewonnen, is namelijk al bekend geworden. Je kunt deze winnen door een Facebook recensie achter te laten op mijn Facebookpagina. Mijn Facebookpagina is www.facebook.com/LeroyCeidel Company. Dus Leroy Seidel, gewoon mijn voornaam en achternaam. En dan Company erachter. Leroy Seidel Company. We vinden het leuk als je ervaringen met ons deelt. Want dat is uiteindelijk waarom we doen wat we doen. En waarom we zoveel mogelijk mensen willen inspireren om die kleine stapjes te gaan zetten. En grote doelen te gaan bereiken. De eerste winnaar van de videocoaching is al bekend. Die heeft al een mooie recensie achtergelaten. Dat is Marianne Bijster.
Dus Marianne Bijster, laat eventjes jouw... geef even jouw onderwerp door waar je het graag over wil hebben. En ook eventjes met... daarin dus het onderwerp met het doel dat je graag wil bespreken. Dat kun je doen via info@lioseidel.nl. Daar kun je eventjes een mailtje naartoe sturen en dan maken we een afspraak voor een gratis videocoaching. Wil jij ook een gratis videocoaching? Laat dan even een Facebook recensie achter over de 1 minuut podcast. Maar dat kan ook zijn over iets anders waarmee ik je heb geïnspireerd. We hebben op dit moment meer dan 1300 volgers voor deze podcast. En het is mooi om een aantal mensen die daarin geïnspireerd zijn geraakt. Dat kan ook via een social media, dat kan ook via Facebook, via Instagram. Dat kan via een hele simpele tip die ik misschien een keer heb gegeven. Of misschien heb ik je een keer gecoacht. Misschien heb ik een keer jou in actie laten komen op een bepaald resultaat. Laat jouw resultaten gewoon eventjes weten. Dan maak jij kans op de volgende gratis video coaching met mij. Daarnaast kan ik jou, als je nu al in actie wil komen, als je denkt, hey, dit was een heel interessante podcast, dan kun je jou vast meedoen met de 1 minuut challenge. Je krijgt dan 7 dagen achter elkaar tips en tricks over hoe overwin ik mijn uitstelgedrag en hoe bereik ik mijn mooiste doelen. En je leert meteen de magie van 1 minuut heel goed kennen. Hè? Die 1 minuut, dus die kleine stapjes en hoe je dat uiteindelijk groter maakt om uiteindelijk datgene te realiseren wat je wilt realiseren. En om meer voldoening uit je dag te halen. Meer focus, meer energie, meer zelfvertrouwen en meer rust. En mocht je dan alvast willen voordenken in de volgende stap. En dan is de volgende stap na die 1 minuut challenge. Mocht je geïnspireerd zijn, wil je daarmee doorgaan. Dan hebben we het VIP coachingsprogramma in de 1 minuut community. En... Dan kun je voortborduren om die doelen ook te gaan bereiken en te gaan realiseren. Dat is de volgende stap. Eigenlijk denk ik dat ik nu een heleboel dingen heb verteld over de 1 minuut podcast. Over waar het ongeveer over gaat. De komende tijd krijg je dus elke week een nieuwe aflevering over mindset. Over doelen stellen, over focus, over discipline, over communiceren met jezelf. Eigenlijk alles omtrent persoonlijke ontwikkeling gaan we dan behandelen. De ene keer is dat misschien iets interessanter voor je dan een andere keer. Maar het lijkt me gaaf als je aanwezig bent, als je met me mee wil kijken. Laat me ook gerust eventjes weten wat je van deze eerste podcast vond. Of het jou ook interessant lijkt om hier meer over te weten. En wat voor vraag jij ook hebt, hè, in de podcast. Want elke week behandel ik natuurlijk een onderwerp. En dat onderwerp ga ik toespitsen op de vragen die er zijn gekomen, vooral vanuit de 1 minuut community. En met die vragen ga ik aan de slag. En wie weet zit daar een mooie vraag voor jou bij. Mocht je alvast een vraag klaar hebben of iets wat je graag wil weten, mail me dan eventjes op info@lioseidel.nl. Dan kunnen we deze vraag wellicht meenemen in de aflevering van volgende week. Dit was aflevering 1 van de 1 minuut podcast. Volgende week verschijnt aflevering 2 met het eerste onderwerp, het eerste specifieke onderwerp over persoonlijke ontwikkeling, over van kleine stappen naar grote stappen gaan. En onthoud, denk groot, start klein. Geniet van vandaag.